Er zijn zondag 2 Nederlands kampioenschappen op de 10 kilometer voor mannen en vrouwen. En de vrouwen lopen ook de internationale Tilburg Ladies Run. Met toppers zoals Emily Chebet, vorig jaar wereldkampioen veldlopen en dus Joyce Kipkuri. En van die twee hebben wij de verwachting dat ze bij goede omstandigheden een poging zouden kunnen doen om het parcoursrecord te verbeteren. Maar een ander duo is er niet bij. Hilda Kibet en Lorna Kiplagat missen de Tilburg ten Maals en dat is een gemis. Hilda en Lorna willen allebei Londen lopen, de Olympische Marathon. Daarbij past een 10 kilometer wat minder in het programma. Geld speelt geen rol. Een echte topatleet heeft een programma in zijn hoofd en houdt zich daaraan. En als er iets voor betaald wordt, leuk, leuke bekomstigheid, maar dat is niet het hoofddoel. Maar alles wat op dit moment top is in Nederland, subtop is in Nederland, zowel bij de mannen als de vrouwen, hebben we op dat NK aan de start. Merel de Knecht is er ook bij, maar van haar mogen we niet hetzelfde verwachten als de afgelopen jaren. 2,5 maand geleden is ze bevallen van een zoon. Dus ik ben echt nog maar 4 weken rustig aan het trainen om weer op niveau te komen. Ik ga nu meelopen als recreant zijn, zeg maar, om de wedstrijd vanuit een andere manier mee te maken en niet om de snelste te willen zijn.